Wat zijn we aan het maken? Worstenbroodjes. Ja. En dat is het gehakt dat oma vast heeft? Ja, dat is het gehakt. En nu, waarom moeten we daar gehakt? Balkjes rollen of sausjes rollen? Worstjes, hè. Een goede worst. Veel gehakt, weinig gehakt, dat weet ik niet. Is voor de juist hier in het midden. Ja, want dan moet nog opgerold worden, hè. Een goede worst. Is dat goed of is dat niet goed? Een beetje meer. Wat dan? Zo'n beetje meer rollen. Nog een beetje meer rollen. Dat zal ook een worst. Een worst. Wie maakt de beste worst? En zit er maar meer aan hier, dan zien ze dat je aan het doen bent. Is dat lang genoeg? Of moet er meer een gehaktbak? Doe er maar gewoon waar dat je je dinges hebt gedaan. Hier of daar? Daar het meten. En dan gaan we die oprollen. Een goede worst. Voilà, nog een worst. Is dat een goede worst? Ja, maar jij hebt meer gehakt gepakt dan dat ik daar gepakt heb. Ja, maar ja, niet alle worsten zijn hetzelfde, hè? Ja, daar mag een beetje vlees in zitten, hè. Anders is het geen worstenbrood, hè. Nee. Zo, ja, in het midden. Je ziet dat ik gewoon ben van mijn wisjes te spelen. grappeke. Als ze beet geloven, is het nog. Het is daarom dat wij onze handen moesten wassen. Oh ja, ik doe dat thuis ook altijd. Dat we gehakt hebben. Kijk, en ze zijn goed bezig. Het is plezant mensen zien werken, hè. Ja, hè. Maar ja, jullie wouden het leren, hè. De gemeente doen ze ook de gemeentewerkers, hè. Eén vijgen en één reffersen, hè. Dus die gaan even verder rollen. Zet die maar mooi, kijk. Nee, mama lukt dat niet. Zorg maar dat te scheiden. Heb je de scheiding aangevraagd? Is dat goedgekeurd door de rechter? De scheiding? Ja, dat moet allemaal goed aangevraagd worden. Hè? Zo. Dus... Nee, ik heb dat thuis van dingen. Daarom kan dat ook. Voilà. Dat is scheiding. En dan moet dat geklopt worden. Ja, dan moet dat geklopt worden. Je legt een schelp in. Schelpje. Ja, maar dat is gescheiden, dus dat gebruikt het niet. Je gebruikt alleen maar het geheel, zo. En de vork? Ja, vork ligt in dezelfde schuif. Goed roeren, weg. Je hebt prettig voor muziek, hè? Welk lied heeft hij juist gespeeld, mensen? De Lambada. En dan? Zo. En moet ik het eens voortonen of ga jij het meteen doen? Ja, ik weet het niet, hè. Of zeg het me zo proberen? Zo zeker, hè? Ja, zo doe je dat ook altijd. Maar je begint eigenlijk altijd van onder aan de punt. Oh, ja. Maar ja, dat is ieder voor zich. Meestal doe ik dat nog en, zo. En moet je dan nog zien van die goed in de mok worden ook? Meestal doe ik die zijkantjes zo. Ik probeer die anders. Maar ja, dat is bij iedereen anders. Dus ja. We maken het op onze eigen manier. Meestal doe ik die puntjes zo. Nou ja. En dan is dat ook al mooi, hè? Ja. Oké, nu mag oma eens proberen. Hè, want nu moet jij mij eens nadoen. Nu mag ik eens nadoen. Wat was het hier liggen? Naar rollen. Wacht even. Want... Ja, anders moet het misken. Misschien dat hem nog niet goed is. Nee, hij is nog niet goed. Hij. En dan hebben we zo'n mini. Ja, het is altijd een beetje leren. Het is niet heel mooi. Dan weet je het voor de volgende keer. Hè. Ja. En dan komen we de volgende keer bij jouw worstenbroek. En ja, wij moeten de smaaktest doen. Smaaktest. Het kookprogramma van Piet Huizentruid. Punt 1. Wat hebben we vandaag geleerd? Sausjes maken. Voilà. Oh, schone cadeautjes, hè.
Goed, en nu mag ik, want anders kan ik ook niet in pijl. Zo. Maar ik wist al niet dat je dat zelf zou kunnen maken, die worstenbroodjes. Want dat er niet in zit, een frikadel in, maar de andere zit, hoe weet nee, anders. Ik maak dat ook zelf met vers schep, maar ik probeer van die vierkante bladerdeeg. Ja, vierkante. Maar ik heb dat nog niet gezien. Ik dacht, we doen ze allemaal hetzelfde, want anders dan geen zicht. Dat ze niet je hebt die in het ronde, maar je hebt die ook in het vierkant. Ja. Maar je zo. Vindt die ook... Allee, doe maar voort, hè. Pardon. Allee, weten wij het, ba. Je hebt iets geleerd. Kan ik dat thuis ook maken? En je kunt daar ook appelmoes in doen, dan heb je appelflappen. Ah, of bij echte ja. Appelen, maar met appelmoes kun je ook maken. Ja, ja, dat weet ik. Ik heb zo'n machine, ik heb die appelflappen. Ja, maar ja, het is gewoon dat je het weet. Dat is eigenlijk op dezelfde manier, maar dan doe je er gewoon ja, appelmoes in of appelen. Je doet er altijd appelmoes in. Hoe lang moet je dan nu bakken? Dan, en blijven die, dan blijven die goed toe. Ja. Dat ga ik u straks laten zien. Druk dan maar wat harder op, dat kan geen kwaad. Ja, maar ik doe het normaal nooit zo. Oh, maar ja. Dus daar nee. Hè. Ja, maar zo leerde een beetje. Ah ja. Creatief. En zo hebben we onze eigen worstenbroodjes gemaakt. Hè. Zo. Dan moeten we ze nog invrijven. Een beetje harder drukken. Kijk, en dan hebben ze allemaal hetzelfde. Ja. We hebben er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oei. 8. 8 is er. 8. We zijn er 5 plus 3 is 8. Ah ja. Je houdt goed geleerd op school rekenen. Ik ben niet zo geslaagd met rekenen. Dan moeten we die nog invrijven. Hè? Ja. We nemen deze, dat zijn anderen. En dan wrijf ik die mooi in. Dat je wel misschien kunt doen, dat is van dat dikker stuk. Een bankenmotor. Wauw, of een dikker worstje en erbij, dan is het gehakt. Ah, je moet zeggen geen dingen, hè? Nee, zeg, maar zo geen dan, met stoep gebakken. Of? Voilà. Ik moet dat straks wel, ik ga altijd in de pan smijten of zo. Mm. Dat ik ook altijd. Dat is ook altijd lekker. Ja. Dat is altijd een beetje zoeken natuurlijk, hè. Van... Vorige keer had ik de tweede. Doe jij die tweede kant ook? Nee, dat is alleen de bovenkant. En zo leren we dat, hè. Ik zal mijn dingen al eens pakken. Kijk, mijn mooie oven. Deze hebben we niet nodig. En deze hebben we wel nodig. Dan moet er wel bakpapier in. Ja. Ja, die leg ik hierop. Dat is het bakpapier dat erbij zit, dat leg ik er weer op. Allee, Anneke, doe die ook in, want anders doet dat video niet meer kloppen. Dat is jawel. Wat zou die niet kloppen? Allee, dan staat jij daar niet op. Allee, moet ik dat balken rollen in de bouw leggen? Dat mag, je kunt kiezen met zelf. Zie graag balken zo. Dan moet ik dat zeker doen. Normaal moet je je ogen altijd voor verwarmen. Ja. Broodjes zijn klaar. Ze zijn helemaal klaar, de worstbroodjes. En de balletjes ook. Ze zien er toch lekker uit, hè. Ik ga ze nu op de bordjes doen en aan mijn zonnestraal hè, en aan oma. Een groot of een klein? Dat zit er blijft van, dat is niet zo blijft. Kunnen ze niet meten, zijn 1 centimeter langer dan een kilo of dan een mannetje is, hè. Dat meten we niet af, hè. Dat moeten we. Ook een polleke? Ja.
En een balken. Iedereen een balken. Een balken. Het is geen roulette. We zijn er een roulette van geworden. Een balken. En nog een balken. En ik kan met mijn boterham ook eten. Zo. Dat zijn ze. En dan gaan zij ze eens proeven. Ja, ja. Ik moet er niet verbrennen. Liefst. Ja, liefst. Nee, nee. Hè. Blaas maar heel goed, mevrouw. Normaal ben ik het heel goed. Dat is mevrouw. Dus goed, je wilt dus gewoon verbranden. Nee, het, ja. Is het nu mijn beurt? Ja. Ah. Het is al verbrand je mond niet gepraat uit. Oei, bevorken. Bloeit. Het is lekker. Dus bij deze gaan we die lekker opeten en we zelf namen.